Nog 1 maand en dan gaan deze beelden de hele wereld over. Neeltje Jans. Het moet hordes toeristen gaan opleveren. Een finish op zee lijkt op voorhand historisch. Behalve Neeltje Jans krijgt de wereld straks nog veel meer van Zeeland te zien. Wat precies is nu al vastgelegd? De provincie Zeeland heeft zogenoemde landmarks doorgegeven aan de Franse regie. 11 plekken die de provincie graag in beeld zou willen hebben. Het is nog niet zeker dat die 11 plekken ook echt daadwerkelijk worden uitgezonden straks. De Franse regie kan bijvoorbeeld ook kiezen voor slapende zeehonden op het strand. Maar het is dus wel een duidelijke richtlijn. Gedeputeerde Ben de Reu over die keuze. Ja, we hebben daar natuurlijk met elkaar over gesproken, met de toeristische sector en noem maar op. Maar ja, iedere zeeuw die kan je vragen welke beelden moeten er nou uitgezonden worden. Nou, die geven allemaal dezelfde antwoorden. Ja, keuze dus die heel Zeeland zou moeten kunnen begrijpen. Dat ga ik ook eens voorleggen aan een expert op het gebied van hoe we Zeeland zouden moeten promoten. Gerard van Keken, toen je de eerste keer die lijst zag, hè, wat viel je toen gelijk op? Nou, ik vind het allemaal wel een beetje aan de veilige kant. Zoals ze dat in Frankrijk ook eigenlijk altijd doen als je op de bank zit. Dan zie je altijd die kasteeltjes langskomen. En in Frankrijk hebben ze echte kastelen. Hier zijn het soms toch wat ielige kasteeltjes. Maar ja, het zijn wel cultuurelementjes. Zoals bijvoorbeeld deze plompe toren. 1 van de 11 landmarks die doorgegeven is aan de regie van de touruitzending. Je hebt prachtige natuur, cultuur, maar dat heb je op heel veel plekken. Het gaat ook om het verhaal wat daarmee verbonden is. Dit staat symbool voor verdronken dorpen in Zeeland. Er zijn 120 verdronken dorpen in Zeeland en dit is daar een symbool van. Maar dan is het wel heel belangrijk dat die commentatoren dat verhaal wat hiermee verbonden is ook kunnen vertellen aan de kijkers. En laten wij nou net een Zeeuwse commentator hebben, bij de NOS. Maarten Ducro doet straks tijdens de Tour de France weer het commentaar met Herbert Dijkstra. Er is een echt boek. En dat boek is een draaiboek. Dat heeft nummers en dat volgt precies de koers. Dus je weet ook van nou, als dat kasteel geweest is, kan je het afstrepen en dan komt het volgende kasteel. Nu komt die Tour naar Zeeland en dan kan ik me ook voorstellen dat Herbert Dijkstra zegt van Maarten Ducro, it's all yours. Dat is al beklonken. Hij zit nu, terwijl hij heeft jou ingehuurd om dit te regelen. Want dat roept hij nu al aan. Ja, we gaan door Zeeland, daar ga ik natuurlijk helemaal niets over vertellen. Daar laat ik allemaal jou over. Nou, mooie etappe was dat. We zitten hier te kijken naar beelden van Schouwen-Duiveland. Je ziet daar links de plompe toren opdoemen. Dat is een oude kerktoren. De kerk is weggespoeld, evenals 120 dorpen die daar omheen lagen. Wat doen die beelden, denk jij, met de rest van de wereld? Heb je daar een idee over? Ja, nou, wat steeds meer gebeurt, is een ontwikkeling in het commentaar. De uitzendingen worden langer en de geldbronnen verschuiven. Prudhomme heeft mij een keer heel omstandig uitgelegd dat de regio's waar je doorheen komt er belang bij hebben om in beeld te komen. De provincie Zeeland wil dus ook goed in beeld komen. Vandaar dat ze die 11 punten doorgeven aan de regie. Ben de Reu heeft stiekem zelfs al een 12e in gedachten. Ik hoop eigenlijk dat de helikopter nog even wat verder vliegt en dat ze ook het hele havengebied in beeld brengen. Dus want daar kijken de sponsoren naar. Hè. Strikt genomen ook de discussie over de promotie van de Tour. Wij hoeven de Tour niet te promoten. Die promoot zichzelf. Wij willen Zeeland promoten en dat gaat dan gebeuren. En dat doe je dan niet zozeer vooraf, maar dat doe je op het moment dat ze hier aankomen. Bijna iedereen is voor Zeeland promotie, behalve de mensen die vinden dat er te veel toeristen komen. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen van ja, maar hoeveel toeristen wil je dan hebben? Wat wil je daar nou precies mee bereiken? En in de tijd dat een kerk was nog, waren daar allerlei dorpen omheen en die zijn prijsgegeven aan het water. Mensen in Taiwan of Maleisië die de beelden van de Tour de France zien, ja, wat zouden die hier moeten kunnen komen doen? Visje eten. Een visje eten, ja, dat is een duur visje wordt dat. Nou jongens, de stand, want daar gaat het uiteindelijk om. Kittel wint, zoals verwacht. En Cavendish, ook zoals verwacht, laat zich toch kloppen. Lijkt er een beetje op alsof het vaandel echt is overgenomen.